Gefeliciteerd met de overwinning allereerst. Vond je het een goede wedstrijd van de kant van MVV? Dankjewel. Ik vond dat we uitstekend aan de wedstrijd begonnen met een bal op de paal van Maarten Reemans, ik geloof binnen 3 minuten. Daarna het doelpunt van Entelo in de 17e minuut en in de 19e minuut geloof ik Maarten Reemans met de 2-0. Ja, tot de 25e, 30e minuut vond ik eigenlijk dat we prima in de wedstrijd zaten en goed speelden. En daarna vond ik het tot aan de rust minder. Brachten we de tegenstander zelf terug in de wedstrijd door matig te spelen aan de bal. Door slordig te zijn aan de bal, door keuzes te maken waardoor we terug uit werden gedwongen. En uiteindelijk levert dat een aantal kansen voor de tegenstander. Waar ik denk dat Tijma Nijhuis ons prima in de wedstrijd houdt. En uiteindelijk de 2-1, 3 minuten voor rust uit de standaard situatie. En dan weet je dat je het eerste kwartier na rust moet overleven. Dat hebben we gedaan. Vervolgens hebben we met Marco Kleine voor Roland Alberg meer loopvermogen en verdedigende organisatie proberen te herstellen. Toen zag je ook dat we met Oran Zepar meer druk vooruit konden spelen. Dat we daarin samen met Michi Entelo, Maarten Reemans en Sven Lummel verder vooruit konden verdedigen. Nou, dat heeft een x aantal countermogelijkheden opgeleverd. En dan moet je de wedstrijd eigenlijk in het slot gooien. Dus ik heb betere wedstrijden gezien van MVV. Maar uiteindelijk gaat het om de 3 punten. Die hebben we binnen de geuzelt weten te houden. En daar zijn we met z'n allen heel erg blij mee. Ja, 4 punten gehaald in de geuzelt. Volgende week uit naar NAC. Ben je daar al mee bezig of is het even hiervan genieten? Nee, altijd deze wedstrijd na evalueren en nagenieten. Zeker als je wint. Maar ook kritisch zijn naar wat verbeterd kan worden. Wat kan er verbeterd worden? Nou ja, ik denk dat we te veel kansen hebben weggegeven en dat we aan de bal te slordig zijn geweest. Dus dat vond ik onvoldoende. En dat moeten we verbeteren. Om in wedstrijden zoals tegen NAC en tegen Roda die aanstaande zijn, een hoger niveau te gaan halen en kansen te maken op resultaat. Desalniettemin zijn deze 3 punten enorm belangrijk voor het gevoel, voor het vertrouwen. En dat nemen we mee naar de eerstvolgende wedstrijd. Maar eerst nog een goede trainingsweek afwerken. En dan gaan we ons voorbereiden op NAC Breda. Ja, volgende thuiswedstrijd uiteraard Roda. Begint het al langzaam, merk je dat het in de spelers een beetje begint te leven? Ook op de tribune. Maar ben ik misschien een oude zeur aan het worden. We hebben eerst nog gewoon NAC Breda. Daar zijn 3 punten te halen. En de beker vind ik voor een club altijd enorm belangrijk. En dat zijn altijd heel lastige wedstrijden. Dus we hebben nog 2 wedstrijden te gaan voor Roda. Dus ik ben eigenlijk met de eerstvolgende wedstrijd bezig, NAC Breda. Ik ga morgen kijken naar ACV in Assen, om daar een beeld van te krijgen. En dan daarna gaan we echt toewerken naar Roda. Dus 3 wedstrijden in 8 dagen staan voor de boeg. Dus dat is veel, dat is druk. Maar in de achtergrond, en met name hier ook op de tribune naar de wedstrijd, ja, dan weet je dat het een hele speciale wedstrijd is. Maar nogmaals, dat is pas over 3 wedstrijden. We gaan morgen kijken in Assen, dat is nog wel een eindje. Ja, maar ja, we zijn professioneel, we willen goed voorbereid zijn. Ik wil weten waar we spelen, ik wil weten tegen wie we spelen, hoe ze spelen. Dat wil ik dan zelf aan de lijve ondervinden. Dus ja, dan is het even een eindje rijden. Maar goed, het is niet anders, hoort erbij. En ik vind het de taak van de trainer coach om de spelers goed voor te bereiden. Van het risico op onderschatting zo klein mogelijk maken? Wij zijn niet in de staat en in de gelegenheid om welke ploeg dan ook te onderschatten. We gaan altijd uit van onze kwaliteiten en van wat onze ploeg kan brengen. Maar altijd in respect voor hetgeen de tegenstander kan brengen. En ik wil goed voorbereid zijn en ik wil mijn ploeg goed voorbereiden op de bekerwedstrijd tegen ACV. NAC gaat maandag spelen, die wordt ook voor ons bekeken en die beelden kunnen we zelf ook zien. Dus hopelijk kunnen we zowel tegen NAC als tegen ACV nog meer vertrouwen tanken om uiteindelijk in de beker, de wedstrijd daarna tegen Roda JC hier voor een vol huis die hele mooie week te complimenteren. Succes de komende weken en ga eerst maar even genieten van deze overwinning. Gaan we doen, dankjewel. Fijne weekend.